Ja, Café de Stee in Leeuwarden, nummer 3 in de Café Top 100. Ja, de eerste reactie graag. Ja, fantastisch. Ja, je staat op 5. Ooit in een ver verleden ben je binnengekomen op plaats 94. En dan denk je, wat is dat eigenlijk, zo'n Bicet Top 100? En dan zie je wat collega's allemaal doen. Dan ga je naar steden toe waar die cafés in staan. En dan denk je van, wat doen hun wat beter is dan wat wij doen? En daar leer je van. En je gaat het toepassen in je eigen café. Je kopieert het niet, maar je geeft je eigen ding aan. En dan weet je gewoon de kwaliteit van je café te verbeteren. En dat is eigenlijk wat we doen. Ja, noem eens een voorbeeld van wat je dan hebt opgepikt bij die andere cafés, wat je vervolgens toegepast hebt in je eigen bedrijf. Nou, ik denk dat de website heel belangrijk is, je Facebook, je social media, al dat soort dingen. Ik denk dat je daar echt in je tijd mee kan gaan. Maar ik denk dat het heel belangrijk is voor een bruin café, dat je gewoon eigen blijft en dat je het gevoel houdt van een eigen bruin café. En dat is heel belangrijk, denk ik. Ja, dat je de ziel van een café goed houdt, dat je de nostalgie van een café heel goed behoudt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Hoe moeilijk is dat in bijvoorbeeld deze tijd? Niet moeilijk. Nee, het is niet moeilijk. Zie, ons café is door onze ouders opgericht in 1977. We zijn een bruin café. We waren een bruin café toen. We zijn het nog steeds. En dat houden we wel vast. En we merken gewoon dat ook de jongere generatie dat op prijs stellen. Het enige wat je wel moet doen is wel meegaan met de tijd. Het is heel belangrijk om de trends in de horeca te volgen en dat te vertalen in je eigen concept. En dan daardoor Heel eigen blijft. Jezelf blijft. Ja, maar hoe moeilijk is dat? Al die moderne dingen die je tegenwoordig voorbij ziet komen. Je noemt zelf al social media. Maar dan toch die bruine kroeg blijven. Hoe lastig is dat? Nou, het is niet lastig. Want als je bij ons in het café komt, dan zie je dat. Er zitten alle elementen die in ons café zitten. Die zijn oud. Dat is de nostalgie die mijn ouders erin hebben gebracht. Dus dat is heel erg belangrijk. En dat blijft ook heel erg belangrijk. Wij staan hier nu vanavond, hier bij de Bicet Top 100. En eigenlijk staan mijn ouders vanavond te werken die 35 jaar geleden het café zijn begonnen. Dus zo belangrijk is de nostalgie van ons bedrijf. Het is niet zo dat wij streven naar heel erg modern zijn of iets anders zijn. Maar het is dat wij, wat mijn ouders hebben neergezet, dat wij doorzetten in de leeftijdscategorie waarin wij alle twee zitten. Arman is iets ouder dan ik ben. En wij hebben dat met de muziek, want muziek is belangrijk voor ons. Dus we vervolgen dat gewoon in ons eigen ding. En ik denk dat als je gewoon echt blijft en je eigen ding blijft doen, dat niet helemaal niet zo moeilijk is om gewoon echt te blijven. Heb je al contact gehad met Leeuwarden? Met je ouders? Ja, die zijn heel erg blij. Ja, wat was hun eerste reactie? Ja, via Facebook natuurlijk, ja, hè? Facebook ook, ja. Want die zijn ook dol op Facebook. Dus. Ja, we hebben nu op het tv in ons café reacties via Facebook. Dus we posten regelmatig wat we aan het doen zijn. We hebben ook deze oorkonde die we net gekregen hebben. Ik zal hem even tonen aan de camera. Die hebben via Facebook naar hun toegestreamd. Dus in ons café zullen heel veel mensen blij zijn. Ja. Dat we 2 plaatsen gestegen zijn. Wat in de top 10 natuurlijk ontzettend moeilijk is. En eigenlijk hebben we dit jaar niet heel veel innovaties gedaan. We hebben alleen de kwaliteit van onze koffie verbeterd. We hebben ons wijnconcept aangepast. Dat zijn eigenlijk 2 kernzaken. En toch herkent de jury dat
En zijn we nu gestegen. Daar zijn we echt heel blij mee. Nou, en ik denk ook dat een echt bruin café maakt, is je stamgasten. Je stamgasten die al meer dan 30 jaar in jouw café komen. Die mij en Arman hebben zien opgroeien. Ik moet zeggen, mag ik je even onderbreken? Ja, ik ben een man van de cijfers. We hebben sowieso twee stamgasten. Die hebben gewoon hun eigen kruk met een datum erop. Ja. Dus die komen al 35 jaar in ons café. En die hebben gewoon een naamplaatje op hun kruk. Dus ten die alle tijden. Zien opgroeien in het café. Tijden, ten alle tijden kunnen ze gewoon hun kruk opeisen. En dan mogen ze daarop zitten. Ja. Daar zijn we heel trots op. Dat we dat soort mensen nog steeds bij ons komen. Ja, maar door Facebook zijn die trouwe gasten, waren die bijna live bij deze memorabele avond voor jullie café. Ja, het is heel mooi om jongeren die heel erg met Facebook zijn, zoals wij dat zijn, en ouderen die dat wat minder zijn, dat je dat wel heel erg goed met elkaar kan combineren. En daardoor kun je daar gewoon een hele mooie manier vinden om dat heel erg goed te doen. Maar dus het is heel leuk om te zien dat gewoon een stamgast die in de 50 is, die denkt van, hey, wat zijn jullie aan het doen? En die denkt van, ik ga toch maar zo'n iPhone aanschaffen. Puur om te kijken wat er in ons café gebeurt. En de tweets of de dingen die hij post, dat is allemaal, ik ga even een biertje halen in mijn stamcafé. Het is allemaal heel simpel. Maar ze doen het wel. Daardoor gaan hun ook mee in de tijd. Dat is heel belangrijk. Ja, hoe belangrijk is dat? Wat zie je daarvan terugkomen? Nou, het is gewoon dat je ook persoonlijk, als je persoonlijke dingen post op Facebook. Ik ben trotse vader van een zoon. Hij is 9 weken. Nou, dat deel je met je gasten. En ja, de mensen zijn zo op de hoogte van waar je mee bezig bent. En als je achter de bar staat, hebben ze ook iets persoonlijks met je te delen. En dat is de kracht van social media. Je deelt wat je wil. En mensen die genieten er ook van. Ze krijgen gewoon een klein kijkje in de keuken, in je privéleven, in hoe wij onze zaak runnen. En dat vinden mensen interessant. Maar hoe dan ook, we hebben het nou heel erg over Facebook. Maar ik denk dat de kracht van een heel mooi bruin café is dat je mensen heel erg persoonlijk benadert. En dat je je kwaliteit van je drankjes goed kent. En dat je gewoon open staat voor iedereen. En dat kan van een directeur zijn tot iemand die niet zoveel te maken heeft, als ik het zo mag zeggen. Het moet gewoon echt zijn. Je moet gewoon echt zijn. En ook al heb je geen computer of ook al heb je geen Facebook, daar heeft het eigenlijk niet zoveel mee te maken. Het heeft met echtheid van je café te maken en met de bar. En dat je open staat voor iedereen.